We zijn bij een nieuwe Share Your Passion en dit keer zijn we in Volendam bij Madelief. Ja. Madelief, wil je jezelf even voorstellen? Ik ben Madelief, ik ben 15 jaar en ik ga al 3 jaar mee met My Dreams Kunstkampen. Yes. En dat is super leuk, omdat? Omdat je maakt heel veel vrienden en je leert er heel erg veel. Wat leer je dan? Heel veel improviseren en voor de camera acteren en op een toneel acteren en het verschil daartussen. En in de andere weken leer je ook nog wel andere dingen, maar ik ga mee met acteren, dus ja. Dat leer ik. Ja. En het allereerste jaar kwam je naar muziektheaterkamp, ja. En het tweede jaar naar acteerkamp. Waarom die switch? Omdat ik muziektheater toch ietsje te veel zingen vond voor mij. Dus toen ben ik naar acteren overgeswitcht. Maar je kunt wel super goed zingen. Dank je. Alsje. Wat, wil je daar later iets mee met je talent? Ja, dat lijkt me wel heel erg leuk. Wat zou je graag willen? Actrice. Actrice, echt? Dus je gaat niks met je stem doen? Ja, wel. Of misschien musicals lijkt me ook wel leuk. Ja, musicals. Ja, ik weet het echt nog niet. Geen idee. Hoeft ook niet. Welke klas zit je nu? Ik zit nu in de derde. Van? VWO. VWO, oh, dus je hebt nog jaren. Ja, ik heb nog wel eventjes. Kunnen we 2 jaar nadenken waar je auditie voor wil doen? Dan heb je nog 1 jaar om te kijken. Ja. Dag, joh. Wie vond het ook mooi volgens mij? Ja. Ik vind het heel leuk. Soms kan ik het. Jij dus met je arm heel veel. En ik vind het bij jou heel leuk om naar te kijken. Dus dat, bij sommige mensen, als je heel vaak mensen dit ziet doen of zo, weet je wel, dan kan je wel eens denken, hou op met die armen, het lijkt me af. Ken je dat? Dat je denkt, ik ga alleen maar naar je arm aan het kijken. Maar bij jou dat niet, omdat je gezicht heel erg mee hebt. Omdat je was ook aan het lachen, toen de gitaar erbij kwam, dat je was echt wel aan het genieten. Weet je waarom je de allereerste keer voor het My Dreams Kunstkamp hebt gekozen? Of mocht je überhaupt zelf kiezen? Mijn ouders kwamen naar me toe en die zeiden van, je gaat. Ik heb wat leuks voor je gevonden. En toen ging mijn zusje ook nog mee, dus toen gingen we met z'n tweeën gingen op kunstkamp. Was het fijn dat je al iemand kende toen je op kamp kwam? Ja, maar we zaten niet in hetzelfde groepje, dus eigenlijk gingen we een beetje allebei ons eigen weg. En dus het had niet echt heel veel invloed eigenlijk. De vorige keer ben je alleen gekomen, kende je toen al kinderen? Ja, toen had ik al de kinderen die vorig jaar meegingen in dezelfde week als ik, die kwamen nu, sommige daarvan kwamen nu weer. Ja. Dus die heb ik toen weer gezien. En hoe vind je dat? Dat je dan die mensen telkens ieder jaar weer terugziet? Dat is hartstikke leuk. Want dan word je er steeds betere vrienden mee eigenlijk. Ja. Elk jaar wordt het... Zie je ze ook tussendoor gedurende het schooljaar? Heel soms. Vorig jaar zijn we een keertje met een paar mensen naar Bali geweest van kamp. Heb je een tip voor kinderen die nu voor het eerst naar kamp gaan? Wees niet bang, want je gaat sowieso vrienden maken, dus je hoeft niet bang te zijn dat je helemaal alleen bent. Je maakt sowieso wel vrienden, dus. Ja, dat is wel goed. Wat is er nou specifiek zo leuk aan de kunstkampen? Ja, ik ben nog nooit op andere kampen geweest, dus ik weet niet wat er specifiek aan dit kamp is. Maar ik vind de leraren, de mensen waarvan je les krijgt, vind ik altijd heel aardig en heel leuk. Dat is fijn. Dat is goed om te horen. Die geven niet ergens anders op een kamp les, dus dat is wel vrij specifiek aan de kampen dan. En hoe ziet zo'n kampweek eruit? Kun je dat uitleggen? Je begint op zondag en dan beginnen de lessen eigenlijk meteen volgens mij, of nog niet? Je hebt eerst een introductiespel eigenlijk meestal. Ja, en dan op de eerste dag, op maandag, heb je meteen lessen die beginnen al 's ochtends en dan ben je gewoon de hele dag bezig met lessen. Je hebt soms gewoon 5 minuutjes pauze tussendoor. Dan kan je even wat eten, wat drinken. En dan is 's avonds avondeten. En daarna, dat is niet nooit echt de eerste dag, maar later in de week ga je ook 's avonds repeteren voor de eindshow. En ook ochtendgymnastiek. Ja, dat is natuurlijk wel favoriete ochtendgymnastiek. Ja. Of niet, mijn lief? Wat vind je ervan? Het wordt elke dag door iemand anders gegeven, dus het is elke dag anders. En de ene dag is het leuker dan de andere dag. Zou je het leuk vinden om het zelf een keer te geven? Nee. Nee. Zeer duidelijk antwoord. Zeer duidelijk antwoord wordt er niet. Je moet wel ook op het kamp een dag meehelpen met je team, met je groepje eigenlijk en met de corvée en zo. Ja. Yeah. Wat vind je daarvan? Dat vind ik wel goed, ja. Yeah? Ja.
Is dat ook leuk om te doen? Of zeg je nou ja, het is goed. Ik vond het best wel leuk, want we hadden muziek aan in de keuken tijdens het afwassen. En we waren echt gewoon teamwork. Het ging wel goed, ja. Want het eerste jaar dat, dat jij op kamp ging, hadden we dat niet. Nee. Vorig jaar wel. Merkte je daar verschil? Vond je het een goede aanvulling? Ik vond het wel een goede aanvulling, want nou was je, ja, je deed het ook weer met je groepje, weet je, met je team. Dus dat was ook weer een beetje, ja, daar werd je ook weer hechter van. Weet je nog je team, Jel? Oh ja, ik weet het nog. Het was onze teamleider, de teamcoach, dat was Mario. Die riep dan, Mario. Waar zijn de beesten? En dan riep erbij, hier zijn de beesten. En dat dan nog een keer en dan daarna, raar. En dat was het team. Dat was wel mega grappig. Ja, dat is wel leuk. Ik herinner me nog. Je zei ook dat we toewerken naar een show. Ja. Hoe ziet zo'n eindshow eruit? Er worden stukjes... sommige stukjes worden voorbereid en die, dan krijg je bijvoorbeeld een script bij improviseren. Nou, bij improviseren krijg je geen script, laat maar. Ik kan even niet bij een les opkomen, maar je krijgt dan een script en dan moet je het gaan uitwerken en dan kan je zelf dingen inbrengen en dan ga je er eigenlijk gewoon een stukje van maken en dan zijn dat korte stukjes en die worden dan achter elkaar gezet in zo'n show en er worden ook zelf stukjes verzonnen door de kinderen en van de Bonte Avond worden ook wel de stukjes eruit gekozen. Ja, want jullie hadden vorig jaar... Jullie hadden de dateshow. Hadden we. De dateshow, ja. En hoe zag dat eruit? Ik speelde een jongen. En we zetten dan gewoon stoelen neer. En dan moesten we elkaar onszelf voorstellen. En dan was er een soort... Ja, er was eentje die ging dan telkens mensen wegsturen. En we hadden echt typetjes uitgekozen. Ik was een jongen die echt gewoon 30 vriendinnen per week had. Dus dat, ja, dat was mijn typetje. En ja... En dan jullie op het kamp bedacht voor de Bonte Avond. Ja. Leuk. Heb je ook in de afgelopen jaren al dat je zegt, nou dat was echt mijn favoriete optreden? De dateshow vond ik wel heel leuk, ja. Nou, dan moeten we daar weer even naar gaan kijken. Wat is jullie favoriete sport? Mijn favoriete sport is volleybal. Want bij mij dat van een mooi pakje. Hoe omschrijf je je eigen relaties? Mijn eigen relaties. Kort maar krachtig. Domme. Nou, toch genoeg chickies met die nog zijn om te fixen. Boom. Oké. Op het kamp krijg je natuurlijk ook eten, dat is wel belangrijk. Hoort er ook bij. Wat vind je van het eten? Lekker, ja. Het is, ik eet zelf zo min mogelijk vlees, dus ik vind het wel goed dat er ook een vegetarische... je kan je inschrijven als vegetariër en dan wordt er apart voor je gekookt, dus dat vond ik wel dat vond ik wel goed. Je staat op de vegetariërlijst. Ja. Ja, en heb je nog dingen waarvan je zegt van nou, dat zou ik echt lekker vinden als dat ook werd aangeboden? Nee, ik vind volgens mij het eten wat we nou wel krijgen, vind ik altijd wel lekker. Ja, dat is positief om te horen. Ja. Waarom zou iemand mee moeten op kunstkamp? Omdat je er heel veel van leert. En omdat je er vrienden maakt. Ja. Dat heb ik nou al heel vaak gezegd trouwens, maar je maakt er echt vrienden van. Ik geloof je. Dat is wel leuk. En heb je ook leuke ideeën om nog toe te voegen aan het kamp? Nou, dat zou ik ook wel leuk vinden als we daar een les in zouden krijgen. Of als we die activiteit zouden doen. Nee, want je krijgt eigenlijk best wel veel verschillende lessen al. Dus, ik denk wel dat er iets meer aandacht en tijd moet worden gestoken in het maken van de film op kamp. Op acteerkamp dan in elk geval. Dat we daar iets meer tijd voor kunnen nemen. Want vorig jaar ging het best wel gehaast, tussendoor en zo. Ja. Dus ik denk dat we daar wat meer tijd, als we daar meer tijd voor zouden kunnen nemen, dan zou dat denk ik alleen maar beter zijn voor het eindproduct, de film. En welke tijd zou je dan schrappen zodat die tijd er is voor de film? Ochtendgym. dat is een slim antwoord. Ja. Ik ga hem meenemen voor de rooster. Stel dat je een BN'er mocht uitnodigen. Wie zou je dan willen uitnodigen? Ik denk... Dat is een hele goede vraag. Die is volgens mij al uitgenodigd. Priscilla heet ze geloof ik. Die speelde ook in Spangas. En die Priscilla Kneteman. Ja, die is er volgens mij al elk jaar geweest dat ik mee ging. Niet in mijn week volgens mij.
Was ze er vorig jaar? Nee, vorig jaar was ze er in. Oké, dan was ze het eerste jaar sowieso. Dit jaar komt ze in week 6. Ja, daarom. Ik zat al op de Instagram van Kunstkamp te kijken wie er allemaal in mijn week komt. En wat vind je ervan dat je op kamp geen telefoon bij je mag hebben de hele dag? Ik vind het eigenlijk best wel goed, want anders dan raak je te veel afgeleid. En je hebt er eigenlijk helemaal geen tijd voor. Ik heb de eerste keer dat ik meeging, dus 2 jaar geleden, deed ik nog mee in het telefoonkwartier. Toen ging ik nog elke dag op mijn telefoon. Maar vorig jaar had ik dat gewoon geen behoefte aan. Ik heb gewoon de telefoon gewoon de hele week in het doosje laten liggen. En dat ging best wel goed voor mijn gevoel. Ik miste hem niet echt, dus... Je ouders dachten ook niet, waarom hoor ik niks van haar? Nee, ik had het gezegd. Ik had het aangekondigd. Okay. Van, je hoort niks van haar. Nee. Als je niks hoort, is het goed. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, dat is wel fijn dat je dat een week los kan laten. Zit je ook op Facebook met alle kinderen van kamp van vorig jaar? Ja, we hebben een WhatsApp groep met z'n allen. Ja. En dat zijn eigenlijk de kinderen die door heel Nederland wonen. Yeah. Sommige ook van buiten Nederland. Ja, buiten Nederland zelfs. Merk je daar iets van op het kamp dat iedereen ergens anders vandaan komt? Ja, maar het is wel leuk. Yes. Want ja, je leert ook heel veel andere mensen kennen uit andere delen van Nederland. En dan is het soms ook wel leuk om naar de andere kant van Nederland te reizen, om ze op te zoeken. Ja, dat is wel een goeie natuurlijk. Ja, en mag dat ook van jou? Ja, in principe wel. Okay. Soms brengen ze hem ook gewoon. Weet je? Oh, dus, nou. Ik doe het ook niet erg vaak, dus ja, nee. Meestal praten we gewoon over WhatsApp. Oké, okay, leuk. En... praten jullie ook op de slaapkamers? Natuurlijk praten we op de slaapkamers. Of gaan jullie heel braaf altijd op tijd slapen? Ja, kamp? We gaan heel heel braaf meteen licht uit. Nee. Ja, tuurlijk wordt er gepraat op de slaapkamers. Ja, hoe gaat dat? Zo'n nacht op kamp? Ja, eigenlijk... Ik ben meestal wel de persoon die snel wil gaan slapen. Omdat je best wel drukke dagen hebt. En je moet ook weer best wel vroeg op. Dat valt eigenlijk best wel mee, maar er staat een wekker. Maar ja, sommige mensen blijven echt hele nacht wakker en zo, dat snap ik niet. Nee, dat snap ik ook nooit. Meestal de eerste nacht hou je dan nog vol, maar de tweede nacht dan ben je al te moe. Ja, de eerste nacht is iedereen moe en dan... En de dag voor de eindpresentatie, dan moet je ook goed slapen, want je wil niet zo op het podium staan. Nee, dus... Dus nog een tip als je voor het eerst meegaat. Ja, niet laat opblijven op de dag voor de eindpresentatie. Nee, je hebt echt wel energie nodig, dat is een hele week. En bijvoorbeeld zo'n bonte avond, praten jullie daar nu ook al over in de groepsapp? Dat je denkt, wat kunnen we doen? Nu nog niet, maar dat gaat waarschijnlijk wel komen. Dat hebben we vorig jaar wel gedaan. Toen zijn we begonnen met het script voor de dateshow. Al een paar maanden van tevoren. Ja. En toen we hadden er gewoon genoeg tijd voor genomen. Dat is wel genoeg tijd, een paar maanden van tevoren. De docenten bedenken het meestal de avond van tevoren. Out of my head, I'm going out of my mind. I'm not on the edge, will you save me, save me? Will you live for the moment, will you live for my life? I forgot who's broken, sex, sex, sex. Jij hebt een challenge bedacht. Ja, ik heb een challenge bedacht. Is die zo erg dat we die als laatste moeten doen? Of nee, dat valt heel erg mee. We zijn nu natuurlijk in Volendam. Dus ik ga een Volendamse zin zeggen. En jij mag raden wat het betekent. Oh jeetje. Ik heb nog een Volendamse vraag. De Volendamse vraag. Wat zit er in het water van Volendam? Er zijn hier heel veel artiesten. Die natuurlijk allemaal... Ik zou het echt niet weten. Nee, het is ook eigenlijk een grapje. Ja, dat snap ik, maar het is wel deels waar. Dus ja, er komen heel veel goede mensen uit Volendam. Ja, dus misschien als ik nu ook Volendams leer, dan... Ja, misschien een glas water. Ja, misschien een glas water aan mij geeft, dan kan het talent door mij stromen. Okay. Misschien als je gewoon Volendams leert, bij deze. Ik zou Volendams gaan leren. Oké. Okay. Oké, kom maar op. Oei. Dat lijkt wel Chinees. Nog een keer. Oe-ee-jee-jai. Oe-ee-jee-jai. Ja. Dat is jai, maar dat is een jai. Klank. Ja. Oe-ee-jee-jai. Ja. En wat betekent dat? Oké. Okay. Hoe? Ja. Nee. Hoe gaat het met jou?
Het is, hoe heb jij je ei? Als in, hoe, wat doe je op je ei als je een ei eet? Oh, echt? Ja. Dat lijkt het totaal niet op. Nee, daarom heb ik ook precies deze zin gekozen. Hoe eet jij je ei? Oh, nu hoor je het. Hoe heb jij je ei? Ja. Nou, ik doe hem... deze, als je het ooit nodig hebt. Mag je voor mij willen koken op kamp? Dan. Ik heb wel van een hardgekookt eitje met een beetje zout en mayo erop. Oké. Hoe heb jij je ei? Hoe heb jij je ei? Lekker gesloppen. Voor de eerste keer is het... Misschien een Volendamse woordboek. Ja. Misschien kunnen we er een leuk stukje voor maken. Ja. Voorstelling. Dat is wel leuk. En we hebben de My Dreams Challenge. Ja. Yeah. Heb je hem geoefend? Ja, ik heb geoefend. Echt? Dus ik hield het niet lang vol. Oh, echt? Dus ik ben benieuwd of het nu... Nou, dan ben ik heel benieuwd. We gaan gewoon kijken hoe ver je komt. Ja. Yeah. En zetten we even de stoel aan de kant. Go. Het is vakantie. Iedereen is vrij. Maar ik wil met mijn passie bezig zijn. Want ik droomde van achterover. Ik word maar zo snel draaien als je zelf wil, hè? Ah, zo langzaam als je zelf wil. Niet zo heel veel. Ik eet toch. Gaat het? Alles draait. Blijf staan. Ja. Okay. Maar je ging ook wel super snel. Ja. Dan is wel, krijg je daar extra punten voor. Een hogere plek puur voor het aantal rondjes wat ik heb gedraaid. Nou ja, qua rondjes zit je, heb je wel veel rondjes gedraaid. Maar de meeste draaien iets rustiger. Dan, ik weet niet of je een revanche wil. Nee. Ik vind het helemaal goed. Maar lief. Super bedankt. Ik vond het heel leuk dat ik in Volendam mag zijn. En misschien kun je me ook nog leren hoe je zegt tot ziens en abonneer en like en zo in op je Volendams. Volgens mij is het gewoon tot ziens en abonneer en like. Nog iets anders om doei te zeggen in het Volendams. Doei. Nou ja, doei.